Mijn naam is Willem Bewijk. Ik is geboren in 1925, 17 november. Is het nou al? Ja, ik kan. Kom, maar gezellig, ja. Vertel nog de stories van die waterslang. Nou, ik was jaren toen door aan Jurafier. Met die gevolg dat ik een mineraalwerker was. En ons had onze water gekregen uit de Joolstrif, van de Oranje Rivier af. Maar voorheen was ik bang toen die grote rivier daar in Goedhuis tot in Witbank. En daar had de Nama Anti geblij. Die Namas had daar geblij. En in Witbank. En daar is een plek wat ons noemt, dat is de Namatal, Abbasas. Daar ben je namas geblei, zowel als kleurlingen. En ik had bij me die mensen in aanraking gekomen, mevrouw. Toen één dag toe, zit ons daar, toen zei ik voor haar, het is daarom een mooi beest we daar op die water zwemmen. Zij lacht, zij kijkt, zij zei ja. Ik zei zo aan die anti-Marcana beest, zo op die water zwem. En die stroom is zo sterk. Toen lag zij, toen zei zij nee. Nee, mijn kind, dat is niet een beest, dat is die grootslang. Toen vraag ik haar, toen zei zij mij, die grootslang verander om een innige soort ding op de aarde. Hij verandert hem in een mens, in een dier, in een innige ding veranderen hem. In innige dier, in een peert, in een donkie, in een stimbok of innige ding veranderen hem. En die grootslang is daar van ons af. Dus kan door aan hier of hier, ons noemt die berg. Hij is ander, hij is zo van in Gries af. Ons noemen hem die Zwartberg. Die grootslang blijft daar. En die grootslang, mijn vrouw loopt met de licht in die nacht. Hij loopt. Jij zal hem niet zien. Hij lijkt hij trekt door die lucht. Als hij gaat naar die een plek naar de andere plek. En dan zit hij die licht neer. En dan ben je in die licht. Maar jij zal die. Jij moet niet dat die grootmeester gaan zeggen, als die zijdewind waait, dan moet je in de onderkant wezen van hem. Ik ben in die bovenkant. Je moet niet in de onderkant wezen, laat je rijk erin. En als die oostenwind waait, dan moet je in die deurskant wezen. Nee, dan moet je ja, zodat hij niet rijk erin. Wat kan hij dan veel maken als hij nu rijk? Mevrouw, dat ik voor u verdeel, de grootslang. Als Kierke zo is, als mijn orde de moeder me vertelt, hij trekt die grootslang een beest daarin. Zo sterk is hij. Mevrouw, een grootslang, als hij, mevrouw, misschien voor mij achtervolg. Voornamelijk dat de mannen die naar mij wijzen, dat is paardheid van mij. Dat trekken is aan. En als jij als het zijdewind is, dan trekt in die zijdewind. En dat kan warm is, dan krijg je jouw rijk. En dan kom je achter jou aan. In oude, dat mijn vrouw zo om. Had mij verteld, die grootslang had hem inslag die twee grootslangen nagezet.
Hij is Herman is Klaassen. Toen hij die veelzak afhaalde en die paadje uitgetrekt en hem weggegooid. En daar zijn kleren in die zak had hem verlost in die grootslange van. Daar had die grootslange om gebak klein met die goed, want zijn rijk is daar. Toen kon hij zoeken. Zo is het maar moeilijker dan in inslag 1975. Mevrouw, dat was die 25e januari. Toen gaan onze water laaien. En die Jolstrup. Maar daar is een mannetje wat zoveel moesjes is. Hij blond is waar daar. Maar als die eerste wat met ons gaan werken. Moet zei hem, je kan niet gaan, je is nog niets ingeschreven niet. Bij die maatschappij. Nee, hij wil gaan. En hij loopt zwem. Die namen kinderen die zwemmen. Nou, daar in namen kinders, die kennen ze. Toen hij had zo opgezwemd, toen zwemmen ze zo af. Rivier af. In zijn rechterkant staan een riet. Hij is net zoals een riet. Hij stok rechtop. Toen zei die zwart, die namen kinderen hierop. Hij zei taal, woe. Weet nou niet, ik is nou vergeet. Maar dat is die grootslang, zei hij toen. Toen hij bij die wal uitsprong, toen zei hij daar die mensen. Om. Die grootslang had daar die man hier gevat. En toen die riet zak, mevrouw, toen zak die kind. Een ander man met ons, hij komt uit Appenten. Ons hem safari. En Jacob Belsen. Toen deed safari daar af, haar riet gezakt. Hij gaat zo in. En toen hij uitkwam, toen zei hij, mannen, help. Toen vraagt die man hem, toen zei die grootslanger die man. Hij met hem onder water. Hij die man die aan de haren gevaar om proberen om los te krijgen, maar hij kan hem niet los krijgen. Dit is hoe dat ik van die grootslang gezien heb en wat ik weet van die grootslang, mevrouw. Maar hij heeft een gevaarlijke ding. Ik had hem. Ik had hem net in een stok gezien in inslag 1941. Mijn vader had gewerkt in die koppermaatschappij in Ababet. Toen had ons kinders toegegaan. Daar was een berg, een groot berg. Maar mijn oorlede ma had me altijd gezegd. Jullie moet niet daar oor gaan, die grootslang is daar aan de kant. Maar wat, zo'n kind is een kind gewoon niet alles. En mijn oorlede broer, als ze morgen zei Niels, hij is Cornelis. Toen loopt alles uit. En ik kom daar onder een kapklip. Maar ons weet, dat is ook groen. Daar kan misschien water zijn. En toen hij daar kwam, was natuurlijk een mannetje slang geweest. Toen sleep, zit die slang daar onder, daar in die schuur zo recht op zo'n mens. Toen vertel me de broer met een zwart paar kleren aan, met een wit hemd en een zwart das en met een zwart hoed. Maar hij zei, die man was uit asem, hij had amper iets overgekomen, maar hij had gezegd, jullie gezicht, mevrouw, naar die mond toe, kan jij zien dat ze slang. Toen was hij amper uit asem, hij had amper flauw geworden, toen de gezels moet maken en wegkwam. Mevrouw, hij is natuurlijk is niet dood, dus we zijn ook maar aan het dood. Maar dat was 1941 geweest. Maar die grootslang is vandaag nog in de oranje rivier. Mijn zwaarblijer, Geer Smit, hij had een broer gehad, Jan Smit.
In het hart altijd. Vertel mij zwaar. Hij was altijd gezegd. Hij had gebeweerd, zeker als dat donkie, maar zeker in grootslang geweest. Hij zei dat dat donkie wat daar voor ontloopt en zomaar in die kamer instap of iets. En mijn broer, mijn zwaar had op gebad in die badkamer. Dit was 1982, was het geweest, januari maand. En hij loopt gebaard en laat gewagen, hij niet gekomen. En toen hem gezoeken, en toen daar kwam mijn vrouw, zat net zijn handdoek en zijn toiletwaarde wat daar is. Is daar iemand weg tot vandaag toe nog. En toen zei hij namens dat ze grootslang waarom kon gevat het. Zodat ik hem nog nooit niet gezien heb. Ja, dit is. Nee, mevrouw. Zoals ik jou zeg. Hij verandert hem naar mijn mens. Je kan niet zeggen dat hij slang is. Hij verandert hem aan een mens. Of aan een dier. Hij laat nooit toe. Zoals die oude naam ze zei. Kijk. Daar in vorige tijdje koinkoins. Het gaat geloof. In die Boesmans nog vandaag. En Beljaas. En dat mensen wat kwaai Beljaas dragen. Want daar aan die voor mij gezegd, daar die grootslang. Toen vraag ik, toen zei die grootslang kan niks aan hem maken. Hij is hem niet bang. Hij zei maar je moet goed wees. Jou goed wat jij bij jou had om jou beschermen. Moet goed wees dan. Dan gaan hij van jou voorbij. Maar dit is wat ik gehoord had en dit is zoals ik die grootslang gezien had. Maar een levende wezen, mevrouw, zie je hem nooit zien. Jij zal niet zien daar ook die slang. Hij trekt in die nacht. Trek ook in de dag. Hij trekt in die nacht, maar hij trekt met het licht. Mijn vrouw daar is, slang die zeil niet op de grond. Hij trekt zo door de lucht. Met zijn licht, met het licht zijn. Maar ik heb een persoonlijk nog niet mijn vrouw gezien. Niet. Dit is wat ik weet en gehoord van die grootslang. Maar je denkt je oom.